François, je wint met 1-0 van FC Den Bosch, maar het leek alsof jullie even moesten wennen na de winterstop. Ja, eerst al was niet heel goed. Klopt. We hadden moeite met hun, moeite met onszelf, denk ik. Wat was het plan wat je mee hebt gegeven aan de spelers? Nou, het plan is, we zijn op een wat andere manier gaan spelen na Volendam uit. Met 1 controlerende middenvelder, zoals het heet, dus met de punt naar achteren. En vandaar dat wilden we eigenlijk in balbezit hoge middenvelders creëren, een vrije man creëren. Den Bosch speelde iets anders dan wat wij verwachten. Dus dan moet je ook al het plan veranderen. Maar we waren gewoon erg slordig aan de bal, heel traag in de opbouw en ook heel snel de bal weer kwijt. Plus dat we op het moment dat zij gingen opbouwen en gingen voetballen met heel veel zwervende mensen, mensen tussen de linies, kregen we geen druk op. Dus dan kom je heel erg terug te spelen. Dus de intenties waren anders, alleen het wedstrijdverloop was zo dat we gewoon meer achter de bal aan moesten dan dat we hem hadden. Dirk Proper, je eerste basisplaats. Hoe beviel het? Ja, goed. Blij met de overwinning. En gewoon blij dat we zo de tweede seizoenshelft zijn gestart. Hoe vond je dat je zelf gespeeld hebt? Ik denk dat ik de eerste helft een beetje moeite had. Maar ik denk dat ik dat in de tweede helft wel goed heb hersteld. Dus over het algemeen wel een mooi basisdebuut. Vooral ook omdat je de wedstrijd uiteindelijk winnend afsluit. Dus, Je miste in de eerste helft ook wel een beetje verbeterdheid. Ik zag eigenlijk alleen bij Van Lanschoot dat hij af en toe ook goed druk zette. Maar daar liep er eigenlijk niemand mee. Hoe verklaar je dat? Ja, dat lijkt dan zo. Hè. Kijk, op het moment dat je mensen tussen de linies hebt van de tegenstander en je kan daar geen druk op geven, je komt net overal te laat, ja, dan lijkt het ook net of dat er geen verbeterheid is. Maar dat is niet zo. Je staat gewoon niet goed. Tactisch klopt het niet. Ik moet wel eerlijk zeggen, de verbeterheid heb ik ook wel een beetje gemist in de persoonlijke duels. Dus in de tweede ballen die ertussen invallen, ja, die waren eigenlijk allemaal voor hun. Ja, daarin mist hij ook een beetje verbeterheid. Maar vaak was het ook zo dat we overal net te laat kwamen doordat we uitstapten of niet uitstapten. Dus dat zit niet alleen in verbeterheid, maar ook in hoe we staan. Ja, dat is zeker lekker. Wanneer hoorde je eigenlijk dat je ging starten vandaag? Nou, wanneer ik het echt hoorde was vandaag. Maar gisteren hebben we tactisch getraind en toen zag je wel dat je al bij het basiselftal zat. Dus toen was het al wel vrij zeker, maar vandaag kreeg ik echt definitief het horen. Geen slapeloze nacht van gehad? Nee, eigenlijk niet. Ik heb best wel goed geslapen. Dus, Jullie hebben vandaag Dirk Proper voor het eerst laten starten in de basis op het middenveld. Hoe heeft hij het ingevuld volgens jou? Ja, eerste helft moeizaam, hè. Vooral in het begin. Hij begon natuurlijk moeizaam. Hij zal vast last hebben gehad van de spanning. De eerste bal was ook nog verkeerd van hem, waar een beetje een counter uitkwam. Maar ik denk dat hij zich daarna goed hersteld heeft. We zijn daarna ook iets anders gaan spelen met Dirk op 10, dus met de punt naar voren. Nou, dan zie je een aantal keren dat hij wel vaarder is, tussen de linies kan spelen. Handig is met steekballen geven op Anthony een keer. Dus hij heeft zich goed hersteld na een wat moeizame start. Maar goed, kun je de jongen niet kwalijk nemen. Nou ja, naar volgende week toe, denk je dat hij blijft staan of komt Zion Fleming weer terug in de basis? Ja, goed, dat moeten we even zien. Even kijken hoe iedereen uit deze wedstrijd komt. In principe is Zion natuurlijk wel een vaste waarde, heeft het goed gedaan. Goed, uiteindelijk als iemand zich profileert en uiteindelijk ook over een langere termijn goede indruk maakt, dan moet hij die keuze moet het moeilijk maken bij ons. Maar goed, we gaan even zien wat deze week weer brengt. En hopelijk blijft iedereen fit, komt Zion daar weer bij, dan zijn we ook op zijn sterk met z'n allen. Over slapeloze nachten gesproken. Ik hoorde dat je tentamens had deze week en daardoor een training hebt gemist. Hoe ging die tentamens? Ik heb 1 tentamen gehad deze week. En ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Maar ik heb daar inderdaad 1 training door moeten missen. Maar gewoon voor mezelf ingehaald. Dus het heeft verder geen invloed gehad. Waar was je zenuwachtiger voor? Voor je basisplaats of voor je tentamen? Ik denk toch wel voor mijn basisplaats dan. Hè. Hebben jullie vandaag nog met een schuin oog naar Roda NVV gekeken? Niet met een schuin oog, gewoon heel rustig, omdat we redelijk vroeg aanwezig moesten zijn, dus we konden nog even kijken. En ook nog met een schuin oog, want het was wat korter voor onze wedstrijd, naar Almere tegen Go Ahead. Dus prima dat daar een puntje uitkwam, dat was voor ons wel gunstig. Kruipen weer wat dichterbij, dus natuurlijk hou je altijd wel in de gaten. Hey, over jouw positie. Je speelde vandaag naast Gerard van Lanschoot met Mark Dijkstra achter je. Wat is voor jou de fijnste positie om op te spelen? Voor mij maakt het echt niet uit. Ik ben gewoon een voetballer die graag aan de bal wil zijn en ik kan het op 6, ik kan het op 8. Ik kan het zelfs als 10 als echt een aanvallend ingestelde middenvelder. Dus mij maakt het echt niet uit. Oké, en volgende week als Zion Fleming weer terug is van zijn schorsing, wie denk je dat er op het formulier staat? Nou, ik hoop natuurlijk ik, maar dat is aan de trainers om dat te beslissen. En, dat zien we dan wel. En als ik niet speel, dan ga ik mezelf gewoon weer bewijzen op de trainingen, zodat ik de volgende keer wel gewoon weer kan spelen. Klinkt goed, succes verder, geniet ervan. Yes. En liggen kansen tegen MVV? Ja, er liggen altijd kansen tegen NVV. Kijk, NVV zal ook denken van jezus, NEC komt. Hè, daar hebben we hiervan verloren en toen hadden we eigenlijk niet zoveel in te brengen. Uiteindelijk alleen, we moeten dat niet onderschatten. Het blijft een lastig team. Je zou bijna zeggen die veel vertrouwen hebben, maar dat is maar de vraag. Hè. Met 2-0 voor en dan in één keer met een 2-2. Nou, we gaan het zien. We moeten van onszelf uitgaan. We moeten wel beter dan dat we de eerste helft hebben gedaan. Dan kijk ik er met vertrouwen naar uit. Klinkt goed. Tot volgende week.